Echt, als je mij vraagt wat mijn favoriete salade is, dan is dit het. Ik heb echt het gevoel dat het misschien een beetje tegen bloedarmoede aan zit. Ik was ergens in de kantine en toen vond hij dit. Kun je het pureren en dan heb je gewoon een heerlijke voedzame soep. Toen dacht ik echt, dit is echt heel erg lekker. Het is wel lekker, maar je proeft niet echt de salted van de salted karamel. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe shopvlog. Dit is een hele spontane video. Ik ben echt net, as we speak, kom ik terug van de winkel. En ik zag mijn producten die ik had gevonden. En ik dacht, dit moet ik filmen. Of dit gaan jullie echt wel leuk vinden. Het zijn echt heel veel andere producten. Ik voel me namelijk nu niet heel erg fit. Ik ben af en aan duizelig. Ik ben af en toe heel erg vermoeid. En ik zit gewoon niet helemaal lekker in mijn vel. En ik denk dat dat te wijden is aan de weersveranderingen. Dus ik heb daarvoor, om mezelf weer een boost te geven, heb ik allerlei dingetjes gekocht in de supermarkt. En ik dacht, dit moet ik gewoon vastleggen voor jullie. Dus als jij jezelf ook een boost wil geven, dan kun je misschien wat inspiratie halen uit deze gezonde nieuwe producten. Laten we gelijk beginnen. Nou, het allereerste wat ik heb gekocht is deze broccoli spinazie soep. Dit gooi je in de pan. Volgens mij alleen heet water erbij. En dan kun je het pureren. En dan heb je gewoon een heerlijke voedzame soep. Dit vond ik bij de Albert Heijn. Heel veel van deze producten komen allemaal bij de Albert Heijn vandaan. Omdat ik daar net geweest ben. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn. Ik ga het zo meteen lekker eten. Dan heb ik spinazie à la crème gehaald van Iglo. Dit haal ik altijd als ik merk dat ik echt mijn ijzergehalte te laag. Dus ik heb echt het gevoel dat ik misschien een beetje tegen bloedarmoede aan zit. Dus even aanvullen het ijzergehalte met wat spinazie. Dat is altijd goed. En dit is gewoon mijn favoriet. À la crème is echt heerlijk. Ik doe dit meteen in de vriezer. Dan gaat hij weer ontdooien. Dan als volgende heb ik twee smoothies gehaald. Natuurlijk neem ik altijd de sapjes van Freshes. Die drink ik altijd. Maar ik vind het ook wel fijn om even wat fruit als aanvulling te hebben. Ik eet niet gewoon fruit. Dus daarom moet ik dat uit sapjes halen. Ik heb deze twee gehaald. Dit is de Naked Green Machine. En ik heb hier de Innocent Recharge. Met mandarijn, carrot, apple, ginger en flaxseeds. En deze heeft appel, kiwi, pineapple en botanical extracts. Dus hier kan ik lekker van gaan genieten. Dan heb ik iets leuks wat ik van mijn vriend heb gekregen. Hij was ergens in de kantine en toen vond hij dit. En toen dacht hij, nou, dat vindt Luella vast wel lekker. Ik vind het een heel tof product. Ik ga het, ik moet het nog proberen. Maar het zijn dus chickpeas geroosterd met chocolade eromheen. Toch? Ik heb het nog nooit ergens gezien, dus ik dacht, nou, neem het ook gewoon mee in de shoplog. Ik heb geen idee waar je dit kan kopen, maar het bestaat. En misschien dat je op de website van Brave kunt zoeken waar ze hun producten verkopen. Dan heb ik twee avocado's. Deze avocado's zijn echt super groot en ik hoop dat de pit net zo klein is als de vorige die ik hiervan heb gehaald. Deze had ik natuurlijk, eergisteren had ik ook een avocado gehad bij de Albert Heijn. Gewoon zo'n losse en niet zo'n eetrijpe. En die was ook echt super goed, dus ik dacht, ik haal er nog eventjes twee. Echt, als je mij vraagt wat mijn favoriete salade is, dan is dit het. Die kip pesto salad bowl van de Albert Heijn. Zo ontzettend lekker. Die parel couscous. Ik had dus nog nooit parel couscous gehad. En toen ik dat eenmaal hieruit had geprobeerd, toen dacht ik echt, dit is echt heel erg lekker. Hier zitten cherry tomaatjes in, komkommer, courgette, kaasflakes en parel couscous dus. Echt heel lekker. Was in de aanbieding, dus toen dacht ik, nou, neem het mee. Dan heb ik nog een andere salade gekocht, namelijk deze Aziatische kip. En deze bevat noedels ook. En kip dus. En allerlei groenten. Spinazie, gele wortel, rode kool, udon noedels en soja sesamdressing. Eigenlijk heb ik deze gewoon gekocht omdat ik, het leek me natuurlijk gewoon lekker. En omdat het echt laag in calorieën is. Vaak zijn die maaltijdsalades hoger in calorieën dan je misschien zal denken. Of dan je misschien hoopt. Maar de meeste zitten rond de 500, 600 en sommige bevatten zelfs 700 of 800 calorieën. Dat vind ik echt heel ver gaan voor een salade. Dus dit vind ik echt een fijne verhouding. En ik hoop dat hij een beetje zo smaakt zoals de salade die ik wel eens van de Deen heb gehad. Het is ook een soort Aziatische salade. Zo lekker. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ik hoop dat je het goed kan zien, want de verpakking reflecteert natuurlijk een beetje. Dus dat. Dan heb ik twee van deze Campina kwarkjes gehaald. Nou ja, dat weten jullie, dat zien jullie wel vaker bij mij in de vlogs. Dit is mijn favoriete kwark. Dus die heb ik gewoon even in huis gehaald. Dan heb ik, nou, dit heb ik begin deze week gekocht, maar ze zijn nu al bijna op. Deze Trek Protein Bars. En dit zijn Protein Flapjacks eigenlijk, in salted caramel.
Ik vind deze heel erg lekker omdat hij echt een beetje dat flaky oat smaak heeft, zeg maar. Je ziet ook echt de oats in de reep, dus het is gewoon samengeperst. Voedingswaarde op zich wel redelijk. Maar er zit natuurlijk wel gewoon suiker in en dat soort dingen. Maar voor echt een middagboost als pre-workout is dit echt ideaal. En ik vind de smaak ook gewoon lekker. Het is niet echt, zoals ik vaak ook heb gezegd, alle merken die iets van salted karamel proberen te maken. Vaak smaakt het wel naar de karamel, maar blijft dat salted een beetje achterwege. In ieder geval voor mijn gevoel. Het is wel lekker, maar ik proef niet echt de salted van de salted karamel. Dan heb ik deze proteïnepannenkoeken. Dit zijn kant-en-klare proteïnepannenkoeken. Ik dacht, laat ik het eens proberen. Per pannenkoek 120 calorieën, 6 gram eiwitten, 12 gram carbs en 2 gram suiker. En ja, ik ben gewoon benieuwd naar dit. Ik dacht, ik probeer het eens een keer. Ook van Albert Heijn dus. Dan heb ik twee echt gewoon leuke dingen die je gewoon door je yoghurt of door je kwark kan doen. Om gewoon er een feestje van te maken. En het zijn deze brownie bites en choco mix bolletjes. En het zijn van die strooisel dingetjes die je ja, op je yoghurt kan doen als je dat wil. Yoghurt of gewoon in je hand, wat je lekker vindt. Of als broodbeleg natuurlijk. Ik had het nog niet eerder gezien, dus ik vond het wel een vermelding waard in deze vlog. Niet echt om jezelf te boosten natuurlijk, maar ik dacht ik neem het wel mee. Dan heb ik nog haring. Ik dacht ook even gewoon gezonde vetten weer even daarmee een boost ook geven. Normaal gesproken eet ik wel een paar keer per week zalm. Maar ja, dat is de afgelopen weken ook niet echt zo geweest. Ik heb niet echt pokeballs of iets gemaakt. Dus daar ja, dan blijft het natuurlijk achter. Dus ik dacht, vette vis, daar ga ik altijd heel erg goed op. Dus ik dacht, neem lekker haring. En dan heb ik nog twee dingen om je te laten zien. Namelijk deze pepperoni power van Maggioni. Dit is dus zonder vlees. Er zit alleen vegetarisch vlees op. En bevat 324 calorieën per halve pizza. Dus ongeveer 650 calorieën voor een hele. En deze heb ik eerder geprobeerd. En deze vind ik echt heel erg lekker. Dus ja, ik kan hem weer zeker aanraden. En vooral aan het eind van de week. Lekker rond het weekend. Pizzaatje in de oven. Dan heb je toch het gevoel dat je een betere keuze maakt. Omdat dit natuurlijk ja, vegetarisch is. En 44% groente bevat. En een bron van eiwitten. En ja, vleesvrij is. Dus dat is heel erg lekker. En dan heb ik nog deze Margarita Master. Dit is een andere variant. Ook heel erg lekker, maar zit vooral kaas en tomaat op. En dat is eigenlijk alles wat ik je vandaag wil laten zien. Het is een hele snelle shoplog. Bam, bam, bam. Alles achter elkaar verteld. Maar dit, ja, dit is wat ik je even wil laten zien. En ik denk dat het heel leuk is voor jullie om nieuwe inspiratie op te doen. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het vond, geef even een duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben. En dan zie ik je graag weer terug in een nieuwe Fit Edit video. Doei doei!